Stel je voor, je bent buiten aan het wandelen of fietsen, of je hebt een picknick op het grasveld en je wordt overvallen door onweer. Dat kan best angstig en gevaarlijk zijn. Als de bliksem inslaat, dan verdwijnt de stroom niet direct diep in de grond, maar het spreidt zich als het ware uit om de plek rond de blikseminslag. Deze aardstroom zorgt voor de meeste dodelijke bliksemslachtoffers. Soms is het patroon waarmee de stroom door de grond heen gaat ook te herkennen. Dit wordt ook wel het Lichtenberg-patroon genoemd en dat ziet er hetzelfde uit als de bliksem in de lucht. Dit patroon ontstaat wanneer de stroom door een niet geleidend materiaal heen trekt. Metaal of ijzer is bijvoorbeeld wel een geleidend materiaal. Terwijl de opgehoopte stroom zich ontlaat in het materiaal, vertakt deze in steeds kleinere banen. De negatief geladen elektronen stromen door deze banen heen, maar omdat ze dezelfde lading hebben, stoten ze elkaar af. Dat betekent dus dat die banen elkaar nooit zullen kruisen. Mensen die getroffen worden of geraakt worden door de bliksem, kunnen op hun huid ook zo'n Lichtenberg-patroon krijgen. Het risico op letsel of zelfs overlijden door de aardstroom na een blikseminslag is het grootst als de zogeheten contactpunten ver uit elkaar liggen. Het contactpunt het dichtst bij de blikseminslag bevat de meeste energie in vergelijking met een punt verder weg. En hierdoor ontstaat een spanningsverschil. De stroom treedt het lichaam binnen op het punt, het contactpunt, dat het dichtst bij de blikseminslag ligt en trekt vervolgens via de bloedvaten en het zenuwstelsel naar het contactpunt dat het verst weg ligt. Bij dieren zoals koeien of paarden, waar de benen of poten ver uit elkaar liggen, moet dus een relatief groot spanningsverschil overbrugd worden. Wanneer je in open terrein wordt overvallen door de bliksem, moet je dus juist niet gaan liggen. Want dan vergroot je de afstand tussen je contactpunten, namelijk van je hoofd tot aan je voeten. Wat je wel moet doen, is gehurkt gaan zitten, steunen op de voorkant van je voeten en je hielen tegen elkaar zetten. Daardoor verklein je de afstand tussen je contactpunten en de stroom gaat zo snel mogelijk via je hielen je lichaam weer uit. Die gehurkte positie moet je zoveel mogelijk in open veld aannemen. Veel mensen denken dat het veiliger is om bijvoorbeeld bij een boom te gaan zitten, maar dat moet je juist niet doen. Die boom is vaak het hoogste punt in de omgeving en heeft dus een grotere kans om geraakt te worden door de bliksem. Die aardstroom spreidt zich ook uit om de boom heen. En daarnaast is er ook nog kans op een zijflits die vanaf de boom komt. Je kan er dus beter maar zo ver mogelijk vandaan blijven. Als je naar buiten gaat, zorg er dan voor dat je op de hoogte bent van de laatste weersverwachting. Wordt er in het weerbericht een kans op onweer genoemd, dan is het misschien beter om je plannen eventjes uit te stellen of zorg ervoor dat je weet waar je onderweg kan schuilen. Dat kan bijvoorbeeld in een huis of in een gebouw, maar ook in een auto ben je veilig voor de bliksem.